allemaal, we zijn er weer met een nieuwe editie van Q-Time. En vandaag heb ik twee creatieve dames die met mooie dingen bezig zijn. What we need is a little Q-Time. Naast me zitten vandaag mevrouw Rosanda Apai Kurtaert en mevrouw Ismene Krishnadat. Welkom bij Q-Time. Hi. Waarmee zijn jullie bezig geweest? Mijn eerste boek is uitgekomen op 17 december vorig jaar. En daar wil ik het vandaag graag over hebben. En dat heet Go to Boy. Go to Boy. Mevrouw Rosanda, ik ga Rosanda zeggen, is dus een schrijfster. Ja, ik mag nu ook een nieuwbakken schrijfster. Ik loop helemaal. En naast daar zit Ismene Krishnadat. Dat is een well-seasoned writer. En Go to Boy is uitgekomen. Go to Boy is uitgekomen en vanuit de Publishing Services Suriname, waar Ismene dus het gezicht van is, de trekker van is. Zo, Go to Boy, is het boek bij u? Mogen we hem zien? Natuurlijk is hij bij me. Dit is Go to Boy. Dit boek is voor de leeftijdsgroep 8 tot 12 jaar, maar we hebben nu ondertussen al gemerkt dat veel oudere mensen het lezen en veel jongere mensen het laten voorlezen. Oké, waarover gaat Go to Boy? Want we hebben eigenlijk al een Go to Boy in Suriname. Dat is Anthony Nessie, dus er is een nieuwe Go to Boy in town. Er is een nieuwe Go to Boy in town. Deze heet Verano Deugzaam. Ja. En Verano Deugzaam is een 9-jarig jongetje. Dat lekker, een heel fijn, gemakkelijk leven heeft met opa en oma in huis. Zijn vader en zijn moeder, een hele lieve oom, een leuk vriendinnetje. Hij moet gezellig op Lelydorp. En dan verandert opeens alles in zijn leven. Dat is niet fijn. In het begin niet, maar het leuke van het boek is ook dat we kinderen leren om een stukje realiteit te stellen naast positief zijn. En vandaar ook Go to Boy. Hij gaat een aantal dingen doen die gaan maken dat hij van nieuwe situaties juist de vruchten zal plukken. Ja, en dat kunnen we nu wel goed gebruiken. Hè? Zo een positieve twist in deze tijd. Zo, wanneer is dit boek uitgekomen? Waarom heb je dit boek geschreven? Wat moeten we weten over dit boek? Vertel me alles. Nou, Go to Boy was een verhaal. Het was eigenlijk nog geen boek. Ik heb meegedaan een paar jaar geleden aan de Don Walter schrijfwedstrijd. En daar heb ik dus Go to Boy voor geschreven, als verhaal. En toen werd dat niet de winnende, niet het winnend boek. Maar toen werd gezegd van, ja, we geven je wel een aanmoedigingsprijs, maak hier wel een boek van. Ik heb dus contact met Ismene opgenomen en gevraagd van, oké, hoe doe ik dat? Toen is er het een en ander veranderd en toen is er echt een boek geworden. Het verhaal heb ik geschreven tijdens de COVID-periode, waarin we eigenlijk veel thuis zaten. Eigenlijk het begin zelfs van de periode, veel lockdowns. En eigenlijk het positief gebruikt. Ik was thuis, ik heb veel gezien. Ik was in die periode ook op Abrabroki, waar Go to Boy naartoe verhuisd is. Dus ik heb ook heel veel gezien in de buurt, waarvan ik denk, hey, dit zijn leuke dingen, dit mogen mensen weten. Ik heb veel verhalen gehoord over Abrabroki voordat ik daar naartoe verhuisde. En een deel is waar en een deel denk ik, wauw, dit weten mensen niet. Van de leuke mensen die er wonen, de leuke dingen die er gebeuren. En natuurlijk is er een heel stuk bij gefantaseerd. En het boek is uiteindelijk als boek, zoals het nu is, uitgekomen op 17 december, dus vorig jaar. Wat zo leuk. Alvast, laat me je feliciteren met je eerste boek. Dank je. En nu, want lezen in Suriname, het gaat een beetje moeilijk. Waarom een boek, waarom geen e-boek, of is er ook een e-boek daarvan? Dus begonnen met het boek, eigenlijk dus erin gerold vanuit het verhaal naar een boek. Ik heb het gevoel dat er toch nog wel mensen zijn die een boek willen vasthouden. Iemand zei tegen me, die geur van een nieuw boek, dat is heerlijk. En een ander die zegt, ik heb het gelezen en ik lees het liefst nog een keer. Omdat we zeker ook mensen hebben die niet makkelijk aan een digitaal lezen toekomen. Maar ja, voor de groep, realiteit in Suriname is inderdaad dat we boeken nodig hebben voor de hele jeugd. Want ik bedoel, als je kijkt naar de situatie in Suriname, ik zie echt het grootste deel van de kinderen niet naar e-boekjes zoeken. En lezen is een basisvaardigheid die absoluut aangeleerd moet worden en waarvoor je materiaal nodig hebt. Dus wat ik zo bewonder aan het boek van Rosanda is
dat het toch wel best een dik boek is. Ja. Als ik hem even open doe. En er zijn ook plaatjes bij. Ja. Ja, ja, dus het ja. is ook nog, het helpt met het inbeelden van het verhaal. Precies. Ja. En in Suriname worden er weinig boeken gepubliceerd voor deze leeftijdscategorie, die het eigenlijk toch heel erg nodig heeft. Klopt, dat zijn de kinderen die net hebben leren lezen. En we merken dat wanneer kinderen leren lezen, dan is het net leuk. Ze worden ook nog veel voorgelezen. Maar op een bepaalde leeftijd, vooral als je 7, 8 jaar bent, dan verwacht men wel van, oké, nu ga je wel voor jezelf een boekje lezen. En ik zeg ook, als de cultuur er niet naar is, stel dat onze kindjes werkelijk allemaal grijpen naar een tablet of een laptop, nou, waarom zouden we niet dit ook introduceren? We leren ze toch ook wel in de vakantie Joe spelen en we zetten ze ook wel buiten om dingen te doen die wij vroeger deden. We vertellen ze verhalen van vroeger. Waarom niet een oude gewoonte als lekker met een boek op de bank zitten meegeven? Ik zeg doen. Waar kunnen we dit boek krijgen? Waar is het te verkrijgen? En hoe doen jullie de promotie hiervoor? Hoe bereiken jullie de doelgroep? Oké. De promotie die wordt gedaan vanuit Publishing Services Suriname via de Facebookpagina onder andere. Maar komende week hebben we ook een activiteit. Daar zullen we straks nog wat meer over vertellen. Daarnaast hebben we een boekpresentatie gehad op 17 december. Doe ik vanuit mijn eigen Facebookpagina ook wel de promotie. Wat we nu gaande hebben is de hashtag GoToBoy. En wat ik heb gevraagd is, oké, heel veel mensen hebben het boek gekocht hier in Suriname, maar meegenomen naar bijvoorbeeld naar Nederland. Dus ik heb gevraagd, stuur dan een foto van jezelf met het boek ergens in Nederland bijvoorbeeld, of met een straatnaambord. Dit boek is naar Canada gestuurd, naar iemand die het besteld heeft daar. En die is op vakantie in Panama. En zo'n foto komt dus als promo op mijn Facebookpagina. Via mijn LinkedIn natuurlijk, deel ik dat ook. Men kan het boek nu bestellen bij Publishing Services Suriname. Dat kost dan 350 SRD. Maar als ze slim zijn, dan komen ze volgende week, volgende week woensdag, de 15e, bij de schrijversgroep 77. Want daar is er een avond georganiseerd waarbij dit boek ook gepresenteerd zal worden. En dan kan je hem voor 300 SRD krijgen. Zoals Ismaila aangaf, hebben ze... Of heb je voor een vrijwel dik boek gekozen? Wat is de gedachte daarachter? Ja, dus de gedachte daarachter was in eerste instantie, dat verhaal is vrij uitgebreid, maar het is in makkelijke hoofdstukjes verdeeld. Het zijn hoofdstukjes 2, 3, soms 4 pagina's. Wat het ook wel leuk maakt voor de kinderen, denk ik zelf. Je hebt echt typisch Surinaamse tekeningen erin. En het is in zwart-wit. Dus wil een kindje ook nog kleuren bijvoorbeeld, dan kan dat ook. Dus interactief. Het is een boek waar je echt even mee bezig kan zijn. En elk hoofdstuk heeft een plaatje dat erbij past. Illustratie. Dus Reza Madar. Ah. Ja, Reza heeft een geweldige job gedaan om... Hetgeen dus eigenlijk zo in mijn belevenis speelde. En wat ik hem dus heb uitgelegd met foto's, et cetera. Om dat dan ook echt weer te geven in het boek. Dus wanneer ik het terugzie, dan voel ik gewoon... Dat is een plaatje van bijvoorbeeld de markt op Lelydorp. En dan denk ik, ja, dat is precies wat ik in gedachten had. Dat is leuk dat het allemaal zo tot leven kwam. Worden deze boeken dan ook verstrekt aan scholen? Zijn ze in de bibliotheken te verkrijgen of... Hoe zit dat daarnaast, dus naast de promotie? Nu op het moment nog niet, maar wellicht in de toekomst. Het boek is, behalve bij de Publishing Services Suriname in hardcopy, is het binnenkort ook te verkrijgen in Nederland. Wow. Dat het vanaf 1 april op bol.com te bestellen is, maar je kan nu al reserveren. Het is toch leuk, je eerste boek direct internationaal. Helemaal. En dan wellicht dan straks ook als e-book, want dat komt dan er meteen achteraan. Dus om dan te beantwoorden aan als mensen dat niet hardcopy willen lezen, dan kan dat dan straks ook als softcopy. Je bent lekker bezig. Ja. I like that for you. Ja, wij zijn er ook heel erg blij mee. Nou, we hebben nog... een presentatie die volgt, maar dat zien jullie in de volgende aflevering. Ik ben super trots op je. En ik kijk niet zo goed, maar ik vind het zo mooi dat je dit hebt kunnen doen. En ik hoop dat je doorgaat. Ik ben blij voor je aanwezigheid bij ons in de studio. En ik kan niet wachten op de presentatie. Want ik zal ook daar aanwezig zijn. Dankjewel, Jelena. En mogen we je dan GoToBoy aanbieden? Ik wil hem wel graag voor je signeren. Dat mag. En dan...
heb hier van een bed liggen. Oh, wauw. Ik ben erin gekomen. Met een Y schreef ik met Y. Y-E. L-E. Mm-hmm. En A. Jelena. Niet Jelena. Jelena. Dit is een I. Dit is een Y, hè? Een Y, ja. Ze ja. heeft een haar handschrift. En dan snap je waarom ik alles typ, want mijn handschrift dat is... Ik begrijp het helemaal. Want soms versta ik van mezelf ook niet meer. Daarom wees ik niemand. Daarom praat ik. No judgment from me. Nou, ik schrijf erbij. Veel leesplezier en je hebt goud in je. En je mag dan zelf bij het lezen gaan ontdekken wat het betekent. Oh, dank je. Nou, alsjeblieft. Oh, dank je wel. Een kleine knuffel. Heel graag gedaan. Nou, hartelijk dank voor het komen. En dank u wel voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.